ouders er misschien ook een beetje bij kunnen komen. Mijn naam is Renan Kassen, ik ben klaar hier. We gaan zo meteen de boten dopen, maar voordat we dat gaan doen, gaan we starten met een eeuwenoude traditie en dat zijn de vlaggen. We gaan met de Estas beginnen. Ja. Welkom allemaal. En wat leuk dat jullie met zoveel hier gekomen zijn. We hebben vandaag ook te maken met eigenlijk best wel een grote gebeurtenis voor onze groep. De twee oudste flatten die worden vervangen door nieuwe. En de oudste flatten zijn 58 en 55 jaar door de groep in gebruik geweest. Het gaat om de 104 en om de 287. Ik denk dat velen van jullie daar nog in gevaren hebben. Die worden vervangen door de nieuwe nummers 1757 en 1758. Het is ook 44 jaar geleden dat de laatste nieuwe flat is aangeschaft, de 10e flat. Dus ook dat is echt een hele tijd geleden. Het is voor de groep zo'n belangrijk moment dat Maatje, waar is onze Maatje? Hier staat ze, dat Maatje dacht van kom op, ik schrijf de koningin aan. En en ze heeft een antwoord gekregen. Nee. De koningin die is er niet. En ik heb gisteravond in het nieuws gehoord dat ze in het buitenland zit. Voor een klus voor de Verenigde Naties. Dus dat klopt echt. Maar ze heeft gezegd dat ze het heel erg leuk vond om uitgenodigd te worden. Ze is uiteindelijk schermvrouw van de scouting. En ze wenst ons heel veel succes met al onze activiteiten. Ondertussen zijn wij natuurlijk heel erg blij dat onze eigen wethouder Nanny Mol wel in de gelegenheid is om hier te zijn. En de wethouder zal straks een van de boten dopen en hij zal door het trekken van een loodje bepalen wie de tweede boot mag dopen. En dat zal een Troep en Vendel lid zijn. Dus wie dat wordt, is een verrassing. Maar zover is het nog niet. We hebben twee spiksplinter nieuwe boten aangeschaft. En dat kost heel wat. En wij zijn dan ook heel erg blij dat de Stichting Katapult één van de twee boten voor zijn rekening heeft genomen. En dan gaat het over het casco, zeg maar. Het stalen gedeelte van de boot. Voor de tweede boot zijn we nog geld bij elkaar aan het sprokkelen. En we hebben daar onder andere al een aardige start mee gemaakt door een e-mailactie van de Rabobank. Dus daar zijn we op weg om dat ook binnen te halen. En de groep verdient zelf ook op wat geld met verschillende activiteiten. Het najaar gaan we een flessenactie van Albert Heijn weer doen. Dus zo zullen we daar ook komen. De nieuwe boten die krijgen natuurlijk namen. En geheel in de traditie van de Noorse mythologie krijgen de boten namen van twee Noorse mythologische figuren. Het zijn twee boten voor jongens en ze krijgen jongensnamen. En misschien, Jelle, zou jij, als ik zo die naam noem, die dassen weg willen halen. De 1757 krijgt de naam Modi. Hey! Heb ik het verkeerd? De 1758 krijgt Modi. En de 1757 is Magli. En Modi en Magni zijn de zonen van de god Thor, die wordt soms ook Asator genoemd, en van de reuzin Jarnsaxa. Thor, of Asator, is de god van de donder. In de Noorse mythologie kennen we het verschijnsel Ragnarok.
de ondergang van de goden en van de wereld. En na Ragnarok ontstaat er een nieuwe wereld. Een wereld waarin de goden herboren zullen worden en de wereld opnieuw bevolkt wordt. De zonen van Thor, de goden Modi en Magni, overleven de ondergang van het godenrijk en van de wereld. En ze hebben een rol in het leiden van de nieuwe wereld. Ze hebben daarbij hulp van de magische hamer van Thor, die ze erven. Modi en Magni zijn ook reuzen. Dat heb je natuurlijk, een vader als god en een moeder als reuzin. En Modi betekent wijs. Magni betekent machtig. En samen worden zij de beschermers van de nieuwe wereld. En misschien dus, dat hopen wij dan, ook wel de beschermers van de nieuwe boten. De boten gaan zo gedoopt worden. Eén gaat er gedoopt worden door de wethouder Nanny Mol. Eén gaat er gedoopt worden door iemand waarvan ik zo de wethouder ga vragen om een loodje te trekken. En daarna heb ik begrepen dat de wethouder iets wil gaan zeggen. En tenslotte worden dan bij de boten gedoopt. Dus wethouder, als u een loodje zou willen trekken. Marijke, dankjewel. Het is natuurlijk ontzettend jammer dat de koningin er niet is. Maar ik vind het wel super tof dat ik vandaag jullie twee nieuwe boten mag dopen. Want wij zijn vanuit de gemeente Voorschoten ontzettend trots op jullie vereniging. Jullie doen iets heel belangrijks voor ons dorp. Samen organiseren jullie heel erg veel activiteiten en zorgen jullie ervoor dat alle kinderen uit alle leeftijden, jongeren, met elkaar meedoen, elkaar optrekken, elkaar meenemen, belangrijke levenslessen leren. En daar gaat het uiteindelijk om, toch in onze samenleving, dat we ervoor zorgen dat iedereen zoveel mogelijk meedoet. Ik heb ter voorbereiding op vandaag iets uitgezocht over Leif Erikson. En ik heb begrepen dat het op 9 oktober in de Verenigde Staten Leif Erikson-dag is. Ik weet niet of jullie dat weten, maar Leif Erikson is voor de Verenigde Staten, in ieder geval voor Canada en Noord-Amerika, heel belangrijk. Want hij is eigenlijk degene die 400 jaar eerder dan Columbus voet zette op Noord-Amerikaanse grond. Dus ook voor de Scandinaven wordt hij eigenlijk gezien als de grote ontdekkingsreiziger. De man die als eerste het ruime sop richting Noord-Amerika koos en daar heel veel land heeft aangetroffen. En volgens mij echt een grote held. En ook heel erg goed dat jullie hem als naam hebben gekozen ooit lang geleden. Want jullie zijn ook al heel erg lang actief. En ik ben er ook ontzettend van onder de indruk hoe lang jullie met de oude boten hebben gedaan. Dus jullie zijn buitengewoon zuinig. Dat horen wij als gemeente Voorschoten heel graag. Jullie zijn heel erg goed in onderhoud. Jullie maken daar ook echt een groepsding van. Dus ik ben er ook ontzettend trots op dat jullie heel sober en heel goed met de oude boten hebben gedaan. En het is denk ik ook niet meer dan terecht dat jullie twee nieuwe boten krijgen. Met twee prachtige namen. Nou, ik hoop inderdaad, volgens mij kan dat niet misgaan. Maar een hele goede, goed gekozen namen om jullie te beschermen. Het is met heel erg veel plezier dat ik ze samen met Teun ga dopen. Teun, wil jij nog wat zeggen? Ik vind het super tof dat ik dit met jou mag doen. Ik wens jullie in ieder geval vandaag een prachtige dag. Jullie hebben echt, nou, de weergoden helpen mee. Dat helpt als je je club Leif Erikson noemt. He, dan nou, op het juiste moment krijg je ook de goede medewerking. Dus ik hoop dat jullie een fantastische dag hebben. Ik hoop dat jullie ook allemaal lekker het water opgaan, want het is een fantastische dag voor. En ik hoop dat we nog een heerlijke zaterdag hebben en heel veel plezier met jullie boten. En ik hoop jullie allemaal nog vaak tegen te komen. Veel succes! De 1758 de Modi, ik wens u behouden vaart. Ik wens jullie er heel veel succes.